Hey allemaal, leuk je weer kijken. En vandaag ga ik zien hoe ik deze haartutorial maak. Hij is best wel bohemianachtig en ik dacht het is best wel leuk voor de tijd van dit jaar. De festivals komen eraan en ja, ik weet niet, op de een of andere manier moet ik dan zelf altijd denken aan die bohemianachtige haarstijlen. Maar vooraf wil ik wel even zeggen, ik heb best wel donker haar voor mezelf. En ik wilde heel graag een haartutorial doen, want dat vind ik heel erg leuk. Maar ik hoop dus dat je alles kan zien. En ik heb mijn lampen aangezet. Ik heb mijn camera zo licht mogelijk gezet. Ik heb echt mijn best gedaan zodat je het zo goed mogelijk kan zien. Ik hoop dat dat voor niemand echt als een overlast zorgt. Weet je wel, laten we maar gewoon gelijk beginnen. Dan zie je het zelf wel. Ik begin met de middenscheiding. En pak dan aan één kant van de scheiding pak ik een pluk. Net niet de voorste pluk, maar een beetje erachter. En die ga ik beginnen te vlechten. Ik pak 3 strengen. En ik maak dan eigenlijk een normale vlecht. Ook als ik weer verder ga met de vlecht, pak ik een klein plukje van achter. Voeg ik die eraan toe. En vlecht ik verder. Nu lijkt het misschien een beetje onduidelijk. Maar zo meteen heb ik van mijn andere kant nog een shotje. En die is net iets duidelijker. Dus die zien jullie zo meteen wel. Als je het nu iets ingewikkeld vindt. Zolang tot je de ene helft van je haar zeg maar op hebt gemaakt door de vlecht. En dan maak je hem vast met een elastiekje. Nu hebben we één kant dus al gedaan. En nu gaan we de tweede kant doen. En hier doen we precies hetzelfde. Ik laat ook een beetje een plukje aan de voorkant zitten, zodat het iets nonchalanter staat. En hier kan je het iets beter zien dat ik een vlecht maak. Ik heb 3 strengen. En dan ga ik vlechten. Maar elke keer als ik een vlecht maak, pak ik een plukje van achter mee. En die voeg ik aan de vlecht toe. En dit doe ik ook net zolang tot zeg maar al mijn haar op is. Ja, niet echt op natuurlijk, maar dat het gewoon allemaal is gebruikt. Oké, als je dat hebt gedaan, ga je de vlechten samenvoegen. En dat doe je door de vlechten samen te brengen bij je achterhoofd. En waar we net een elastiekje bij de andere vlechten in hebben gedaan, die gaan we er nu uithalen. Doe het wel voorzichtig. En vervolgens kan je dat elastiekje gebruiken voor allebei de vlechten om daar één staart van te maken. Misschien dat het nu een beetje rommelig is, zodat de vlechten half in de staart zitten. Maak je iets netter door een beetje aan te frunniken en het wat losser te maken. Ik hou heel erg van het nonchalante, dus ik ga nog een beetje met mijn handen door de vlecht heen iets nonchalanter maken. Een beetje messy. En dat is het, dan ben je eigenlijk al klaar. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat me weten als je hem gaat maken. En bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! Ik weet het al, misschien ook niet, maar ik ga vandaag dus laten zien hoe je je eigen Polaroid fotoframe kunt maken. Dus veel kijken.